Ik ben Gideon en ik zit in de jeugdopleiding van SCRV. VV De Pelikanen. Nou, daar begon het allemaal. Toen ik 13 was, werd ik gebeld door SC Heerenveen. Zij zeiden dat ik aan mocht sluiten bij de jeugdopleiding. Dat was fantastisch nieuws voor me. Ja, toen Gideon binnenkwam, zag ik een jongen die alles ervoor over had om alles te bereiken wat hij maar met zijn sport kon halen. Dat vond ik fantastisch om te zien. Was goed? Ja man, met jou? Ja, goed. Ja, lekker goed. Man, lekker. Hoe is het geworden? 5-0. Oh, dat had ik niet moeten vragen natuurlijk. Nee, de camera is erbij. Ah, die is lekker. Heerenveen ligt voor veel jongens niet echt op de route en die worden uit hun leefomgeving weggehaald en die worden hier opgevangen door gastgezinnen. Wat eten we? Ja, pasta. Daarmee proberen ze echt een veilige thuissituatie te creëren waarin ze eigenlijk ontzettend goed kunnen gaan werken en een goede basis hebben. En dat zijn echt dingen die de jeugdopleiding van SC Heerenveen kenmerken. Het is niet steeds alleen maar voetballen. Maar zij begeleiden je ook om gewoon een beter mens te worden. Niet te veel gamen, niet te gokken, roken, drank, mag niet allemaal. De club zegt ook, wij moeten een voorbeeldfunctie zijn. Ik word het meest gelukkig in mijn leven wanneer ik zie dat anderen van mij genieten. Winloterij, maatschappelijk partner Eredivisie.